Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Vitesse Dichtbij. Trainer Fred Rutte heeft nu al een record te pakken in Arnhem. Vitesse heeft namelijk de beste competitiestart ooit na de 3-0 uit tegen Groningen. Sinds kort voetbalt er weer een buitenlandse jeugdspeler bij Vitesse. De Duitser Robin Gosens voetbalt in Vitesse onder 19. Kan Jong Vitesse voor de derde keer op rij winnen? Maandagavond speelden ze thuis tegen Jong FC Den Bosch. Het eerste elftal van de Arnhemmers werd op de stadsblokken in Arnhem op de foto gezet. En dat leverde dit mooie plaatje op. En we keren even terug naar vorig seizoen toen Vitesse met 2-0 won van Heracles Almelo. De tegenstander van aanstaande zaterdag. Maar we beginnen met het laatste Vitesse nieuws. Jan-Arie van der Heijden is voor 1 wedstrijd geschorst na zijn rode kaart tegen FC Groningen. De centrumverdediger kreeg de print nadat hij Zeefuik licht toucheerde toen hij op doelman Veldhuizen afliep. Van der Heijden mist hierdoor het duel tegen Heracles. Een groot deel van de selectie was vorige week aanwezig bij de Sportief Tour. De Sportief Tour is een ontmoeting tussen kinderen met en zonder handicap en de spelers van Vitesse. Samen hebben ze een zeer geslaagde sportmiddag gehouden bij voetbalvereniging Ostrabeke in Oosterbeek. Zondagmiddag rond 3:30 kwam de nieuwe spelersbus van Vitesse aan bij Euroborg. De zwarte bus met het Vitesse-logo op de zijkant werd zondag voor het eerst gebruikt om de spelers te vervoeren. Trainer Fred Rutte werd vriendelijk begroet door een FC Groningen supporter. Hey Fred, ken je me nog? Onder het mom Never Change a Winning Team traf Vitesse met dezelfde 11 spelers aan als 2 weken geleden tegen Feyenoord. Bovendien viel er een record te verbeteren in het Hoge Noorden. Winst zou voor de Arnhemmers de allerbeste competitiestart ooit in de Eredivisie betekenen. Vitesse was het eerste half uur de betere ploeg en kreeg enkele kleine kansjes. Kan Theo Jansen het hoofd van een ploeggenoot vinden? Hij vindt Michael de Leeuw, die is van Groningen. Hier Boni, die daar toch plots dan ineens vrij staat. FC Groningen had wellicht de grootste kans op de openingstreffer. Schet wint het duel van Aanholt, maar Veldhuizen redt met zijn voet. Na een half uur spelen krijgt Van der Heijden rood. Overtreding Van der Heijden. En komt daar dan een rode kaart voor? Is dit een scoringskans? De scheidsrechter zegt ja. Dus moet Vitesse verder met 10 man. Rode kaart voor Jan-Arie Van der Heijden. Trainer Fred Rutte grijpt direct tactisch ijzersterk in door Prupper te vervangen door debutant Mori. Net op een narust, zeker hoe we tactisch moesten gaan spelen, ja, hebben we het Groningen heel moeilijk gemaakt om toch hun vrije man te kunnen vinden. En zij hadden hun vrije man, 2 vrije mensen, heel vaak in de laatste linie. Nou, dat komt ons dat goed uit. Mede door de ingreep van Rutte komt Vitesse in de tweede helft op voorsprong. En hier is de goal. Ja, van Havenaar, de invaller. Typisch Mike Havenaar doelpunt. Ik denk het wel, ja. Het was een hele goede bal van Patrick. En ik moet net scoren. I knew we weren't getting so much chances. So, good goal. Havenaar is ook belangrijk bij het tweede doelpunt. Dit keer krijgt hij de assist op zijn naam. Hier is Kalas, notabene de rechtsback. Kalas maakt het af. 0-2. Boni maakt er nog 3-0 van en daarmee pakt Vitesse het nieuwe clubrecord. Ook de debutant Den Mori was blij met het resultaat. Yeah, it's not very nice to be 10 players against 11, but it was okay. The friends helped me and I hope that I helped them and it was a very good win for us. Zoals gezegd kent Vitesse dit seizoen de beste competitiestart ooit in de Eredivisie. En dat moest gevierd worden met het bomvolle uitvak waarin 525 meegereisde supporters zaten. Vroeger speelden er in de Vitesse jeugd diverse spelers uit het buitenland. Jongens uit bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk, België en Schotland, maar ook uit Afrikaanse landen. De laatste jaren was die tendens verdwenen. Maar dit seizoen voetbalt er in Arnhem toch weer een speler die gescout is in het buitenland. In Duitsland. Ja, ik ben Robin Gosens en kom uit Elten, dus vlakbij de grens naar Duitsland. En ja, ik ben nu 18 jaar oud en speel bij Vitesse.
Nou, ten eerste een fantastische jongen. Uitstekende mentaliteit. Die heel snel in de groep is geaccepteerd. Ook op basis van zijn voetbal natuurlijk, maar ook op basis van zijn karakter. Rustig, volgzaam. Op het moment dat hij iets niet weet, stelt hij ook vragen. Stelt zich leerzaam op. Nou, alleen lof over deze jongen tot nu toe. Vitesse scouten zijn talenten de laatste jaren eigenlijk altijd binnen Nederland. Dit keer zijn ze de grens dus overgegaan om Robin te bekijken en uiteindelijk aan te trekken. Hoe is die transfer precies tot stand gekomen? Ja, dat is altijd een samenwerking van verschillende disciplines. En de eerste verantwoordelijkheid ligt altijd bij onze scouting. En onze hoofdscout, Toon Hattemink, heeft heel veel scouts onder zich die zeg maar alle velden belangstruinen. Daarnaast hebben natuurlijk alle trainers hun contacten en netwerken. En zodoende kom je aan een heel pakket van spelers die je in kaart hebt. In dit geval is deze jongen uit Duitsland gekomen. En via contacten. Het is niet echt ons scoutinggebied. Dat wordt het in de toekomst wel. En hopelijk is hij trendsetter en gaat hij baanbrekend werk leveren. Dus dat we daar ook meer spelers weer in dat gebied vandaan halen. Maar nogmaals, dat is een samenwerking tussen heel veel disciplines binnen de academie. Robin komt uit het Nederlands-Duitse grensgebied, net over de grens bij Zevenaar. Hij spreekt onze taal daarom erg goed, maar er is nog een reden dat hij het Nederlands zo goed beheerst. Ja, dat is omdat mijn vader uit Arnhem komt, dat is ja in Nederland. En ik heb een Duitse moeder en omdat ik vlak bij de grens woon, kan ik een beetje Nederlands spreken. Ja, je hebt gevoetbald bij voetbalclub Rede in Duitsland. Wat is dat voor een club? Is dat een grote club? Ja, voor Duitse clubs is het wel een grote club, maar hier in Nederland zeggen ze altijd het is een amateurclub, maar wel een goede amateurclub, kan je wel zeggen. Duitse voetballers staan bekend om hun specifieke kwaliteiten. Ze worden vaak geprezen om hun loopvermogen en mentaliteit. Hoe kijkt Robin aan tegen het verschil tussen Nederlandse en Duitse spelers? Ja, het is een anders voetbal, omdat we in Duitsland heel veel loopwerk doen in voorbereiding. En hier in Nederland is het veel met bal en ja, zonder bal. Zonder bal is niet zoveel te doen, zeg ik maar. En dat is in Duitsland heel erg anders, zeg maar. Ja, hoe vinden de jongens het, die Nederlandse jongens, om ja, een Duitser in het team te hebben? Ja, ze vinden het wel grappig, omdat mijn accent een beetje wel Duits klinkt. En dat vinden ze heel erg grappig. Kijk, een andere cultuur brengt altijd een extra dimensie met zich mee. En op het moment dat het goed matcht en goed mixt, dan ontstaat er altijd leuke dingen. Nou, dat zie je aan deze jongen ook. Ook de wijze waarop hij nogmaals geaccepteerd is, hoe hij zich manifesteert, hoe hij voetbalt. Dan brengt hij toch een extra dynamiek met zich mee in ons spel. En daar zijn we uiteraard heel erg blij mee. De selectie van Vitesse is sinds 1 september compleet. En van deze voltallige selectie was nog geen elftal foto gemaakt. Daarom moest de ploeg maandagmiddag op de gevoelige plaat worden vastgelegd. En dat gebeurde op de stadsblokken in Arnhem met de oude brug op de achtergrond. Ook mochten er 5 fans op de elftal foto door een winactie van Menzies. Sorry. Jij bent langer. I think he's taller. Could you stand up, please? He's tall. Really? Even lang. No, you're taller. You sit down. Yeah, you can sit on the second row, please. Oké, beste mensen, even aandacht. De zon is mooi nu. Trainer, even aandacht. Handen op de knieën. Voorste rij nog een keer naar voren komen. Zijn we zo klaar. Even kijken. Attentie. Alleen deze camera. Helemaal goed. Komt-ie. Heel goed, dankjewel. De volgende. Ja, even aandacht, komt ie. Heel goed, de volgende mag. Kijk uit. Haal Bettine van het kapje eraf. Moet jij hem niet vasthouden. Ik kan okay. Straks gewoon een keer die hinderkant op. Ja. Dan is er niks aan. Dat is een auto. Ja. Straks moet je hem vasthouden. Ik heb een minuutje voor Raymond. Dit is echt grootste. Alles voor een
afgesloten. Heb je hem? Heb je hem? Nou, dat is goed. Kijk, jongen. Ik doe gewoon pijn door de handschoen heen, hè? Ja, ja. Theo, voor jou een klein stukje naar rechts, alsjeblieft. Klein stukje, even to the right. To the right, Piet. Helemaal goed. Dank je wel. Jong Vitesse speelt in de beloftecompetitie groep C. Deze competitie bevat in totaal 7 wedstrijden. Na die 7 wedstrijden wordt er balans opgemaakt. De top 4 gaat in de eredivisie spelen, de laatste 4 in de eerste divisie. De Arnhemmers hebben nu 4 duels gespeeld en staan op de gedeelde 4e plaats. Maandagavond speelden ze wedstrijd nummer 5 tegen Jong SC Den Bosch. Jong Vitesse speelde met een ijzersterke formatie, met Jonathan Reis in de spits. De Braziliaan is al vroeg in de wedstrijd dichtbij de openingstreffer. De Servische nieuweling Accentijević maakte maandagavond zijn debuut in het geel-zwart. Ook de Fransman Gael Kakuta stond aan de aftrap. Na 22 minuten voetballen doet Chanturia iets onhandigs. Hij verspeelt de bal en maakt na zijn balverlies nog contact met zijn tegenstander. Scheidsrechter Molenkamp heeft het gezien en toont de Georgiër de rode kaart. Jong Vitesse moet verder met 10 man. Vlak voor de rust profiteren de bezoekers van de man-meer situatie. Vitesse klungelt achterin en geeft FC Den Bosch het doelpunt op een presenteerblaadje cadeau. Van den Hurk maakt de 0-1. Na zo'n 10 minuten voetballen in de tweede helft krijgt Vitesse een vrije trap. Doelman Appels laat het schot van Reis los en Nicky Hofs profiteert daar van dichtbij van. En dan is het 1-1. Vitesse gaat na de gelijkmaker op zoek naar de tweede treffer. Dit is de mooiste aanval van de avond. Kakuta is niet zelfzuchtig en bedient Reis, maar Reis kopt de bal recht op doelman Appels, waardoor Den Bosch kan uitverdedigen. Vrije trappenspecialist Reis had al een groot aandeel in de 1-1. 20 minuten voor tijd mag hij weer een vrije trap nemen. Maar dit keer verwerkt Appels het schot van de Braziliaan wel goed. Enkele minuten later is er weer een hoofdrol voor Reis. Hij wordt neergelegd binnen de 16 en Vitesse krijgt daarom terecht een penalty. Een ideale gelegenheid om op voorsprong te komen en zo de belangrijke 3 punten in Arnhem te houden. Reis neemt de strafschop zelf en faalt niet. 2-1. Jong Vitesse wint voor de 3e keer op rij en stijgt naar de 3e plek in de beloftecompetitie C. Vitesse wil het clubrecord van 13 punten uit 5 wedstrijden zaterdag nog verder aanscherpen. In het eigen Gelredome spelen de Arnhemmers dan tegen Heracles Almelo. Vorig jaar wonnen de Vitessenaren met 2-0. Toen waren er hoofdrollen weggelegd voor Wilfried en Ibarra. Na 23 minuten voetballen kwam Vitesse op voorsprong na de vrije trap van Buettner en de assist van Van Ginkel. Aboni hakt hem naar binnen en er staat 1-0 voor Vitesse. Het is zijn 11e van het seizoen. Ibarra is weg. Is Ibarra onderweg naar 2-0? Daar lijkt het wel op. En deze bal gaat op de stip en pas weer kan vertrekken. Hoe vergaat het Boni? Oh, die mist. Nou. Even later wordt het toch nog 2-0. Boni. Ibarra. Ibarra. Gaat het proberen. Ibarra. Wat een supergoal van deze rechterspits van Vitesse. Renato Ibarra. En zo werd Heracles vorig seizoen verslagen. Aanstaande zaterdag begint het duel om 19:15. En deze wedstrijd staat in het teken van de Airborne-herdenking. Hopelijk tot dan. Dit was Vitesse Dichtbij. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.